word er rustig van, tevreden. En ja, ik denk dat ik ook wel een soort hormoon aanmaak ondertussen, endorfine, waardoor je, ja, je voelt je lekker. Het is heel ontspannend. En ja, ik denk dat het mooi is dat je ook zelf wat aan het maken bent. Dat er iets ontstaat onder je handen. Waarom werkt tekenen therapeutisch? Nou, het leuke van tekenen en vooral van kleuren is, als je met mensen praat, dan ga je ook altijd heel erg nadenken wat je zegt en wat je wil vertellen. En als je gaat tekenen, dan kom je heel snel bij een soort laagje waar je normaal niet zo snel bij komt. Als je kijkt dat je je hersenhelft hebt, de linker en de rechter. En de linker is de analytische kant en de rechterhelft is veel meer van het creatieve deel. En als je mensen dus laat kleuren, dan kom je dus sneller in die laag. Mensen worden vaak ook wat stiller. En in die tekeningen, er zit vaak een soort informatiebron waar mensen zelf helemaal niet zo erg van op de hoogte zijn. Ik wil wel vertellen wat rood voor mij is. Dat is wel een pittig kleurtje. En dat geeft me ook wel een soort energie. En in die zin doen die kleuren wel iets met je, ja. Het klinkt heel simpel, een beetje kleuren tekenen en ik vertel wie je bent. Ja, nou nee hè. Ik ga niet alleen een tekening bekijken en zeggen ik zie dat en dat. Ik ga in gesprek met iemand. En het hangt er heel erg van af wat diegene zelf opvalt in de tekening. En natuurlijk zie ik waar iemand extra hard gaat kleuren of waar het heel druk is in een tekening. Of waar het heel mooi is of hoe groot of hoe klein iets is. Als ik bijvoorbeeld aan iemand vraag om een poppetje te tekenen op een groot blad en je ziet een poppetje wat je allemaal amper kunt zien. En die persoon die komt met de vraag van ja, ik wil meer zichtbaar zijn, ik word helemaal niet gezien. Dan zie je eigenlijk op papier al een beetje wat er in het echt gebeurt. Ik zal eens een voorbeeldje laten zien van wat je bijvoorbeeld kan doen met tekentherapie. Ik ga gewoon mijn dagelijks leven alle kanten op. Even bellen, Facebook, ik ga een lekkere tekening maken, eten koken. Oh, ik moet nog even dat betalen. En zo ziet een leven er een beetje uit. Daar ben je eigenlijk helemaal niet zo van bewust. En nu zoek ik ergens in deze tekening een plek waarvan ik zeg, dit is een plek, dat vind ik fijn om te zijn hier in die tekening. Een soort plek van mezelf. Maar alle drukte zie je nou helemaal niet. Dan ga ik er met Ecoline overheen. Kijk, hier komt de drukte van alle dag tevoorschijn. En dan kies ik bijvoorbeeld voor de buitenwereld. Kies ik een andere kleur. Een hele simpele tekenopdracht waarin je ziet hoe iets eruit ziet.